grote printers, René? Zijn dit dezelfde? Hoe groot is het eigenlijk? Het zijn twee printers. Het zijn allebei wel van Roland. Het is een 8-kleuren printer. Dat is een 4-kleuren printer. Deze printer print met steunkleuren voor mooiere huidkleurtinten. Zoals okay. Voorbeelden van. En deze printers snijden ook erbij. Dus na printen kan men op zelfklevende materialen ook snijden. Oké, okay. Dus ik wil stickers maken. Stickers maken, correct. Ja. Veel posters print ik hierop, gewoon op papier. En ook best wel momenteel veel feestbanners. Ja. Oké, okay. Er zijn die banners die buiten hangen, zeer bestendig. Ja. Dat kan je hier ook maken. Oogjes erin. Hoe groot kan het zijn? Een veelvoud van 61. Maar ik bied in mijn webshop aan dat ze maximaal 61 hoog zijn bij 4,5 meter lang, dacht ik. Okay. Maar een webshop betekent dat je niet hier hoeft te komen met een USB-stick die je het online kan bestellen? Klopt. Hoe werkt dat? Je opent de webshop en je gaat naar spandoeken. Je opent een spandoek en dan kun je kiezen uit maten en prijzen. Nou, als je een maat en een prijs hebt gevonden, dan komt de functie ontwerpen. Klik je aan, ontwerp hier. Ja. En dan heb je een heel legio aan lettertypes, aan kleuren, aan leuke gezichtjes. Je kan ook zelf foto's uploaden. Je kunt daar met een vriendengroep gewoon iets heel graag samen stellen. Correct, ja. Ja, dat is wel super cool eigenlijk. En dan klik je van Marma en dan komt die hier ergens uit. Joh. Ja, meestal komt die hier uit, want dit zijn de mooiste kwaliteit van deze printer met de steunkleuren. Dus die kiezen we hiermee. Ja. Moet je daar van de buurt van Lossen wonen om het op te halen of hoe werkt dat? Nee, het is wel handig om in de buurt van Lossen te wonen natuurlijk. Ja. Het hoeft niet, we versturen ze ook wel. Ja. Maar gemiddeld is hier in de omgeving, kan ze zonder verzendkosten hier in Losser komen afhalen. Dus, oké, okay, dat is wel een voordeel. Ja. Hey, maar jij vertelde mij net dat je een speciale actie hebt. Wat moet ik aan denken? Klopt. Nou, de actie luidt als volgt. Steun je vereniging. Ja. Dat is eigenlijk de titel van de actie. En die is eigenlijk heel kort en krachtig en ook wel behoorlijk simpel. Je bestelt als inwoner van Losser, om maar zo te zeggen. En je geeft de aangesloten vereniging op in je checkout, bij je afrekenmethode. Geef je aan welke vereniging je steunt. Ik krijg geen code voor of zo. Nee, je hoeft alleen maar de naam van de vereniging in te vullen. Handig. En dan komt de 10% van jouw bestelde aankoopbedrag, van wat dat dan is in de webshop, komt terug in jouw clubkast van de vereniging. En wat moet de vereniging daarvoor doen? Zich aanmelden, bij mij. En that's it? That's it, and that's all. Dus dat klinkt bijna te mooi in water zijn. En dat is het nu een keertje niet. Dus dat gaat echt zo gebeuren. Ja, dat gaat echt zo gebeuren, ja. Oké, okay, dus verenigingen die kijken, die kunnen mail pakken en aanmelden. Ze kunnen een mailtje naar me sturen van ik ben die vereniging en ik wil graag meedoen met de actie. Nou goed, natuurlijk moeten ze dat wel in hun leden, dat het wel wat bekend wordt tussen de verenigingen. Ja. Want het is bijna onwaarschijnlijk dat niemand binnen de verenigingen een keer een Abraham heeft of een feestje in de buurt of iemand die 18 wordt of zijn rijbewijs is. Ja, je weet zelf, die doekjes staan heel veel in de tuin bij heel veel verschillende gelegenheden. Ja. Nou, die worden nu ook besteld. Dus ik zou zeggen, bestel ze bij Reha en ondersteun je vereniging. Ja, ik kan me voorstellen, wat leuk. Dank je wel. Het is ook voor mij een boost voor mijn webshop. Ja. Maar goed, mes snijdt dan aan twee kanten. Dus. Ja, en dat is altijd het mooiste. Ja, vind ik wel. Ja. Goh, wat leuk. Ja. Deze ruimtes zijn allemaal bijzondere machines. Wat zien we hier? Klopt. Het zijn bijzondere machines. In die zin, dit is eigenlijk een vorm van drukken op A3 formaat. Dat is een zogeheten sublimatieprinter. Daar kan je mee sublimeren. Ja. Bijvoorbeeld op een mok. In dit geval een eigen mok. Er zit een toplaag op. En die wordt er eigenlijk vaatwasbestendig wat dat erop opgedrukt. Mooi, hè? Hier worden die mokken op geperst. Ja, precies. En ik heb hier nog een cappenpers staan. Dan kan je een capje op persen. Sublimeren eronder of dan komen we dadelijk op DTF. Je kan dus op heel veel verschillende materialen. Correct, ja. Moet wel een sublimatielaag hebben, dus niet alles kan daarmee. Nee, oké. Okay. Maar ik zie hier een opener. Ligt die toevallig of kan je er ook wat mee? Ja, die opener kun je ook mooi. Voor je voetbalclub of voor je vriendenclub kun je een mooie opener. En dit kan ook allemaal via de webshop? Ja, klopt. Leuk. Correct. Ik zie hier borduurgaren. Ja. Wat kun je hiermee doen? Dit is onze nieuwste borduurmachine. Sinds een ruim jaar hebben we deze nou. Dus je kan 16 kleuren borduren. Computer gestuurd. Dus nadat we het borduurraam hebben gemaakt en die is akkoord bevonden, dan kunnen we het eigenlijk op shirts of op petjes of op jassen, kleding, alles borduren. Wow. Ja, super gaaf. En het ontwerpen, gaat dat op de computer? Ja, een speciale software is dat.
ontwerpen is heel wat anders als, de printers waar we net boven hebben gezien. Dat werkt echt met grafische bestanden. Ja. Uiteraard is borduren ook wel een grafisch iets, maar is toch een totaal andere denkwereld in softwaregebied. Dus ja, het is moeilijker om die steken allemaal goed te krijgen. Maar je kunt dus logo's en teksten van alles zo lettertypes, borduren. Ja, klopt. Ja. Mooi zeg, indrukwekkend. Ja, is het ook. Ik zag net borduren, daar keek ik al van op, maar hier staat ook een grote machine. Wat doe je hier? Klopt, dit is onze DTF printer. Die print transfers voor op textiel in 8 kleuren. Dus ook weer met de steunkleuren die we boven ook hadden. Waardoor we dus hele mooie, maar bovenal hele fijnzinnige bedrukkingen kunnen maken. Ja, want dat ziet er inderdaad heel fijn uit. Het is echt alsof het geprint is op papier. Klopt. Het is omdat het dus een printtechniek is, kun je dus heel erg fijnmazig dat op een hele mooie manier opdrukken. En het behoudt ook zijn kleefkracht, dus ook, het is goed wasbaar. Ja, dat is belangrijk natuurlijk. Ja, zeker. Mooi. Ja, is heel mooi. Ja. En de kleurverloop ook. Ja. Is maar een voorbeeldje. Ik heb hier nog wel een leuk voorbeeld. We hebben op Breugel gestaan. Was toen nog wel een succes. Maar dit is wel gaaf natuurlijk. Ja. Hoe losser, hoe leuker. Ja, dat is mooi. Ja, toch? Ja, vond ik leuk. Dat was leuk. Een hele fijne print. Ja, ja. Mooi, ja. En nog eentje voor de humor. Niet onbelangrijk. Mocht je nog met je vrienden een vrijgezellenfeest in Verschiet hebben, dan kunnen we ook helpen hier. En ook dit gaat via de webshop. Ja, je kan het ontwerpen. Klopt. En laten maken. Je kan kleding zelf ontwerpen. Je kan ook een mailtje doen met wat je er graag op wil. Dus op zich niet zo'n probleem. Het hoeft niet allemaal via de webshop, maar het kan allemaal. Het kan allemaal. Ja. Dus nou dat. Mooi man. René, bedankt voor de rondleiding. Ik heb een heleboel verschillende dingen gezien. En ik had eerlijk gezegd niet gedacht dat je dit allemaal zou doen. Ja. Dus indrukwekkend. Dankjewel. Nog even over de actie voor verenigingen. Wanneer gaat die van start? De verenigingen kunnen zich aanmelden tot 31 december dit jaar. Ja. En de eigenlijke actie, de cashback actie, zo noem ik hem ook, die start vanaf 1 januari 2024. En die is het hele jaar geldig tot en met december 2024. 31 december 2024. Is kansen genoeg voor je? Ja, ik denk het wel. Als er veel verjaardagen, veel buurtfeesten, veel geslaagden, ik noem maar op. Dan kunnen ze hun vereniging perfect ondersteunen. Geweldig. Ik wens je heel veel succes en bedankt. Dankjewel, Peter. Bedankt voor de komst.